Mijn naam is Lieke Rensink en ik ben projectleider op leermaterialen bij SURF. Eind vorig jaar hebben we een online stappenplan gelanceerd voor het maken van beleid voor open leermaterialen. Daaraan gekoppeld hebben we een learning community georganiseerd, waarin deelnemers van verschillende instellingen het stappenplan doorlopen en met elkaar werken aan hun eigen beleid. Tijdens 3 bijeenkomsten gingen we in gesprek met verschillende experts. Daarbij bespraken we verschillende belangrijke aspecten als technische randvoorwaarden, stakeholders en bewustwording van docenten. De leergang die heeft geholpen bij de bewustwording waar we aan moeten denken bij open leermaterialen. We hebben veel inspiratie gekregen en voorbeelden van experts, maar ook van de andere deelnemers. En het was heel fijn om vanuit verschillende perspectieven naar het onderwerp te kunnen kijken. Dat je het samen doet, dat je elkaar feedback geeft, elkaar helpt. En zo kom je nog makkelijker tot je doel, open onderwijs in 2025. Binnen de HVA is het omgaan met open leermaterialen, waarom we dat doen en hoe, dat is echt een taai proces. Daarom heb ik ook veel gehad aan de leergang en vooral aan de andere instellingen, de deelnemers daarvan. Hun inbreng met ideeën en hun aanpak, dat heeft mij veel geleerd. De combinatie van het stappenplan en de learning community van SURF zijn voor de UvA een hele goede stap om verder te werken aan haar visie en beleid. De belangrijkste stap is nu om docenten en management te informeren en te faciliteren in het gebruik van open onderwijs leermaterialen. De Universiteit Utrecht gaat zich de komende maanden vooral richten op het inrichten van een infrastructuur om het laagdrempelig en waar mogelijk ook open delen mogelijk te maken. We hebben veel enthousiaste en innovatieve docenten en we hopen en verwachten eigenlijk ook dat zij de discussie over open onderwijs van onderaf zullen voeden. Op dit moment ligt de focus vooral op grassroots. Daar ligt een hele mooie kans. We gaan met docenten in gesprek over de vraag van hoe kunnen we ze helpen, wat hebben ze nodig. Er is een interessant initiatief rond een nieuwe curriculumontwikkeling rond community service learning. Daar past open leermaterialen heel goed bij. En ook in de hele onderwijsinnovatie discussie zijn we bezig om open leermaterialen te positioneren. De learning community heeft de deelnemende instellingen een boost gegeven om aan de slag te gaan met open leermaterialen. Wil jij ook aan de slag met visie en beleid van open leermaterialen? Bekijk dan ons stappenplan op beleidopenleermaterialen.surf.nl.